1000 deelnemers bij een natte Gaza-demonstratie. En Spakenburg werkt mee aan dopingonderzoek. Goeiedag, dit is U Vandaag van zondag 10 augustus. Ondanks het slechte weer trok de demonstratie voor Gaza in Utrecht rond de 1000 mensen. Er werd flink gezwaaid met vlaggen en er vielen harde woorden over Israël. Maar de organisatie deed er alles aan om de zogeheten vredesmars rustig te laten verlopen. Wij zijn allemaal Palestijnen! Wij zijn allemaal Palestijnen! Wij zijn allemaal Palestijnen roepend en zwaaiend met Palestijnse vlaggen lopen de 1000 demonstranten door de Utrechtse binnenstad. Voor Palestina, tegen de jarenlange bezetting, tegen de jarenlange mensenrechtsschendingen, tegen de illegale muur, tegen de recente oorlog. Hiermee wil ik laten zien dat ik ze ook steun. Eén persoon telt mee, dus ja, hoe meer personen meedoen, hoe beter. Het protest is gericht tegen de manier waarop Israël zich opstelt in het conflict met de Palestijnen. Je hoeft geen moslim te zijn om je uit te spreken tegen dit onrecht. Wij vinden het allemaal vreselijk. De demonstratie is georganiseerd door de Utrechtse Lisanne Boersma. Het is belangrijk dat Utrechters ook van zich laten horen dat we ons uitspreken tegen het geweld wat plaatsvindt in Israël en Palestina en tegen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Van tevoren hadden zich 1500 mensen via Facebook aangemeld voor de demonstratie. En het merendeel daarvan komt ondanks de regen ook opdagen. De demonstranten worden gesteund door SP-raadsleden. Ik denk dat het nuttig is om overal in de wereld te laten horen dat dit niet kan. Dus na Londen en Kaapstad, waar honderdduizenden mensen op straat zijn, is het goed om ook in Utrecht het geluid te laten horen dat oorlog en geweld tegen onschuldige burgers en kinderen niet kan. Vergelijkbare demonstraties waren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En vooral in die laatste plaats liep het uit de hand. In Utrecht verloopt de demonstratie rustig. Israëli's die zelf zeggen geleden te hebben onder genocide maken zich er zo langzaam dat zelf schuldig aan. Maar als je er wat over zegt, dan word je verweten een antisemiet te zijn. Is dat de wereld op zijn kop of niet? Ik weet en ik ben bewust van dat ik het niet kan veranderen. Maar als ik helemaal niks doe, gebeurt er ook helemaal niks. En daarom ben ik hier. Behalve de tocht door de stad zijn zowel aan het begin als aan het eind van de demonstratie ook verschillende toespraken waarin het geweld door Israël wordt veroordeeld. En voorafgaand aan deze demonstratie was er overleg met de gemeente. Die zei toen alle vertrouwen te hebben in een goede afloop. Bij een ongeluk in Maarsen is een man lichtgewond geraakt. Op de kruising van de Ruimteweg zag een automobilist waarschijnlijk dit beveiligingsbusje over het hoofd. Een man achterin de auto kwam klem te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer naar huis. In Baarn zijn twee mannen aangehouden die met een gasdrukpistool om zich heen aan het schieten waren. Een getuige waarschuwde de politie en die hield ze aan op de spoorstraat. In de kofferbak van hun auto lag een balletjespistool en verder werden munitie en een gaspatroon in beslag genomen. De mannen van 19 en 21 moesten mee naar het bureau. En een mislukte inbraak in een supermarkt in Bilthoven. De politie kreeg vannacht melding dat twee inbrekers op het dak liepen van een zaak aan de Leinseweg. Met hulp van de brandweer konden agenten het dak op om te zoeken, maar op dat moment sprongen de twee ervan af en namen ze de benen. Agenten troffen wel sporen aan van braak, maar de inbrekers zijn niet meer gevonden. Voetbalclub Spakenburg zegt volledig mee te werken aan het onderzoek naar dopinggebruik. In NRC Handelsblad onthulden twee spelers van de ploeg dat er in het kampioensjaar 2012 structureel doping werd gebruikt. Volgens de spelers werd het verboden middel Crec V3 gebruikt. Een stimulerend middel dat ervoor zorgt dat je niet moe wordt en geconcentreerd blijft. Het gebruik zou ertoe geleid hebben dat de Blauwen in 2012 kampioen werden van de zaterdag topklasse. Volgens de klokkenluiders zou de toenmalige trainer André Pauws daar ook van hebben geweten. Al ontkent hij dat tegenover RTV Utrecht. Het verhaal maakt een hoop los in het vissersdorp. Maar de club is vastbesloten mee te werken aan het onderzoek. Ja, we hebben ons voorgenomen open en transparant op te gaan stellen. Alle medewerking te verlenen aan datgene wat de KNVB of de dopingsautoriteit gaat onderzoeken. En ja, we gaan zelf op dit moment eens wat feiten en zaken verzamelen voordat wij ergens op gaan reageren. Als de dopingautoriteit straks bevestigt dat de dopingregels inderdaad zijn overtreden, gaat de tuchtcommissie aan het werk en die kan besluiten om Spakenburg de titel af te nemen. Bovendien kunnen betrokken spelers voor 2 jaar worden geschorst. Het weer tot slot. Ook vanavond vallen er nog buien. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Het koelt dan af naar 14 graden. En morgen is er tamelijk veel bewolking. Er valt op de meeste plaatsen een bui, mogelijk met onweer.
Het waait soms vrij krachtig en dan wordt het 20 graden. Tot zover deze U Vandaag. Kijkt u voor meer regionieuws op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan, nog een fijne zondag. Dag.